Een van de taken die mij is toebedeeld sinds korte tijd heeft de abt mij gevraagd of ik ook conservator van een museum wil zijn. Wij hebben een schitterend doek in huis, het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci. En ik moet zeggen, ik heb dat al 1000 keer gezien en dat is zo'n mooi doek. En dat is dus apostolaat, hè. Als ik een paar groepen krijg. Natuurlijk, je moet iets zeggen over Da Vinci, je moet iets zeggen over de geschiedenis van dat doek. Maar de essentie en dat is ook de reden waarom ik het zo graag doe, is dat je over Jezus kunt spreken. En over die 12 apostelen. En daar zat toch ook wel het een en het ander tussen, hoor. Dat waren mensen. Met een mooie kanten, hè, met een kleine kanten, die dikwijls ook in het evangelie bewaard staan, hè. En de ongelovige Thomas, ja, die zit er ook bij. En Sint Jacob, hè, die van Compostela en de anderen. En Johannes. En wauw, dat is. Alleen in die zin doe ik dat graag. Heel concreet is dat, hè. Ik leef hier samen in de abdij met mensen die ik niet gekozen heb, hè. Maar. Ja, dat is voor mij dan liefde, nee. Proberen die mensen niet alleen te verdragen. Bij sommigen ben ik al blij als ik zo ver geraak dat ik ze verdraag. Maar ze eigenlijk ook graag zien. Ze waarderen, attentvol zijn en zo. En ik denk dat een abdij toch wel echt een leerschool is in de liefde, hoor. Ik denk dat de ziekenzorg heel goed is. Degene die verantwoordelijk is voor de zieken, die is ook een apotheker van vorming, dus die kent wel een beetje de stil. En die verzorgt ze met heel veel liefde ook en die probeert echt hen het leven zo goed en aangenaam mogelijk te maken. Samenleven in een abdij, dat betekent dat je samenleeft met verschillende generaties. En ik vind dat echt een rijkdom. Om samen te leven met mensen die ja, echt oud zijn nu. En die al een heel leven achter zich hebben. En ik vind dat een rijkdom. Ik denk ook dat de ouderen ervaren dat het een rijkdom is om jongeren te hebben. Omdat het zo'n kruisbestuiving kan zijn. Het kerkhof is een herinnering aan wat wij zijn. Als we op het kerkhof rondwandelen, dan plaatst ons dat in een geschiedenis, in een traditie. We worden eraan herinnerd dat deze gemeenschap bestaat dankzij zoveel medebroeders die er waren voor ons. Een blik over al deze graven geeft ons een gevoel van geschiedenis. Dat we in een opeenvolgende lijn van generaties staan. Hè. Met een geschiedenis, maar ook met een toekomst. Ik denk dat er weinig mensen in onze gemeenschap zijn die mensenschuw zijn, zal ik zeggen. Integendeel, ik denk dat er bij de meesten een mooi evenwicht is van het verlangen om mensen te ontmoeten. Maar dan niet vaak zomaar ontmoeten om zomaar, maar om mensen ook dichter bij de Heer Jezus te brengen. Ik denk dat het zowel het leven in de stilte verborgenheid moet naar de Heer Jezus zijn, als de ontmoeting met mensen moet evenzeer uitgaan naar het uiteindelijke de Heer Jezus te ontmoeten. Voor de kerk is er altijd toekomst. Als de kerk haar core business mag uitvoeren en dat is spreken en getuigen van Jezus, van Nazareth, van Jezus Christus, dan heeft de kerk altijd toekomst. Net zoals het religieuze leven en het priesterschap ook in Vlaanderen altijd toekomst heeft als wij Jezus recht in de ogen willen kijken en ons door hem willen laten bevragen en ons door hem laten inspireren elke dag opnieuw
dan is er altijd toekomst voor de kerk en voor iedere gelovige. Ik denk dat de betekenis van de abdij voor onze onmiddellijke omgeving, voor onze regio, voor ons bisdom Antwerpen, in de eerste plaats een baken van geloof moet zijn. Het geloof laten zien, uitstralen. Een uitnodiging te zijn om tot geloof te komen. Ik denk dat dat de eerste functie is van de aanwezigheid van onze abdijgemeenschap hier. Dat is het geloof uitstralen. Ik denk dan heel vaak aan de woorden van Charles de Foucault. Die zegt, je moet het evangelie uitroepen met heel je leven. Dat is een beetje wat de abdij, denk ik, in de eerste plaats moet doen. Door haar manier van leven, door haar aanwezigheid, louter door er te zijn, mensen op te roepen tot geloof in Christus. Mensen moeten hier naartoe kunnen komen om te kunnen bidden, om te kunnen meebidden, aan te sluiten bij de Eucharistie, bij de officies, om zich spiritueel te kunnen herbronnen, om de batterijen van hun geloof opnieuw te kunnen komen opladen. Ik denk dat zo'n oase zijn in ons bisdom hier in de Zuiderkempen, ik denk dat dat een belangrijke rol is die onze abdij is weggelegd.